Dames en heren, welkom bij Agora. Deze week de gast uit Moskou, één keer eerder hier reeds aan tafel aangeschoven. En hoogste tijd om zo aan het eind van het jaar weer even de balans op te maken van de ontwikkelingen in Rusland en die natuurlijk in Nederland. Want dat houdt onze gast, of mijn gast, Sjaak Monars, ook goed in de gaten. Maar ik begin met een gedicht. Dat vindt Sjaak heel vervelend, want die staat te trappelen van ongeduld. Hou eens op te trappelen. Nee en ja. Nee en ja, er is altijd meer dan één keus. En voor je iets doet, of laat, kun je altijd tot basta tellen. Een ruzie vraagt twee meningen, een kus vier lippen, een lichaam 5 liter bloed. Om regen te maken, een boom, een huis, muziek, een droom, zijn meerdere elementen vereist. En in de sporen van schichtige dieren rond een modderige drinkplaats schitteren 's nachts ontelbare sterren. Voor iemand die slechts denkt met de een en niet de ander, is dat getal een hamer en is de hele wereld een spijker. Ik heb dit gedicht van K. Michel uitgezocht omdat met name dat laatste heel erg des Sjaak Monars is. Nou, ik vond het wel een heel diepgaand gedicht. Zal ik hem nog even een keer weer voordragen? Ja, want ik... Nou, die laatste les, voor iemand die slechts denkt met de een en niet de ander. Ik bedoel, je bent nogal een rigide figuur. Is dat getal een hamer en is de hele wereld een spijker? Ja, ik dacht dat is met de diepgaand. Ja. Sinds jij terug... je bent nog niet terug uit Moskou, maar je bent nu even terug uit Moskou. Maar sinds de vorige keer... we hebben een heel gesprek gehad over hoe gigantisch veel tijdzones Rusland wel niet had. Ja, nog steeds zo. En ook maar om even aan te geven hoe groots en meeslepend de politiek daar ook is. En hoe kikkerig en klein de politiek in Nederland. Wat ik wel aardig vind om met jou eens even te bespreken is... je bent nu weer een half jaar daar geweest. Wat daar de ontwikkelingen zijn. En hoe je nu aankijkt tegen Nederland. Nou, het is natuurlijk... Vertel eerst even wat je doet, want niet alle kijkers die nu kijken hebben toegekeken. Ja, ik ben werkzaam voor het Buitenlandinstituut van de Amerikaanse Democratische Partij. Dat was tot voor kort een glorieuze partij met de president in het Witte Huis. Helaas is dat sinds kort veranderd, aangezien ze verkiezen. Had je dat verwacht trouwens? Nee, ik had het niet verwacht. Ook omdat ik het nog steeds onbegrijpelijk vind hoe Gore zijn campagne zo slecht heeft weten voeren dat hij deze strijd verloren heeft. Dus het was, ik denk dat het gewoon afgezien van al het hertellen was, lag de grote fout bij Gore zelf door de type campagne die hij gevoerd heeft. Komen we straks even over. Maar in ieder geval, dat is dus de Amerikaanse Democratische Partij. Die hebben een buitenlandinstituut, daar werk ik voor en ik ben hun directeur in Moskou. Mm-hmm. En dat betekent dat wij programma's doen samen met politieke partijen. Parlementariërs, maatschappelijke organisaties in Rusland. Allemaal gericht op het prachtige woord democratische ontwikkeling. Dus we proberen een steentje bij te dragen. Is het ook zo breed of is het heel erg pragmatisch gericht op hoe ga je campagne voeren als een politieke partij? Hoe recruteer je de juiste mensen? Nou, dat is een onderdeel ervan. En dat was zeker in de eerste jaren een belangrijk onderdeel. Maar we zijn nu bezig om dat te veranderen. Kijk, in het begin was het natuurlijk heel belangrijk dat democratische partijen vertegenwoordigd zouden worden in het parlement, in de Duma. Dat is redelijk gelukt. Natuurlijk zijn anderen nog veel sterker. Maar er is een redelijke vertegenwoordiging van democratische krachten. En wat je nu ziet is dat alle partijen, inclusief democratische partijen, nu bezig zijn om hun accent te verleggen in dit jaar en de komende 2 jaar... om vertegenwoordiging te krijgen in het lokaal bestuur en in het provinciaal bestuur. Mm. En daar hebben wij hun heel erg op gewezen dat van essentieel belang is. Mm. En nou zullen ze voor een deel naar ons geluisterd hebben en voor een deel zullen ze zelf het licht ook wel gezien hebben. Maar daar richten ze er heel erg op en daar zijn wij mee bezig om hun daar ook dus zoveel mogelijk te bewegen om sterk te worden op het lokale en provinciale niveau. Maar als je nu kijkt naar, in die zin bedoel ik het ook een beetje, als je nu kijkt naar iets als vrijheid van meningsuiting, want Poetin is nogal bezig geweest met de grote eigenaar van zo'n mediabedrijf te achtervolgen. Strekte zich daar ook toe uit, zeg maar de maatschappelijke democratie, de civil society? Ja, dat is het modewoord tegenwoordig. Als je civil society in je projectvoorstellen schrijft, dan krijg je altijd subsidie. Geld, zonder dat volgens mij veel mensen begrijpen wat het woord inhoudt. Ga je het zo even uitleggen? Ik wil het best uitleggen. Maar even in alle serieusheid, dat is trouwens wel een groot probleem. Mensen hebben ergens de klok horen luiden van het woord civil society. Dat schijnt een soort nieuwe hemel op aarde te zijn. En dus elk subsidievoorstel en elke maatschappelijke organisatie schrijft dat maar neer. En de ambassades en de ministeries van Buitenlandse Zaken lopen met die term weg. Zonder dat ze kijken naar wat het belang is van bijvoorbeeld politieke partijen, van
sterke positie van democratische krachten in het parlement. Mm. Als het maar maatschappelijke organisaties zijn, civic organizations, dan denk ik dat het al lang goed is. Maar in een civil society is de rol van de politiek essentieel, naar mijn mening. En die wordt veel vaak verwaarloosd. Maar daar, dat terzijde wellicht... Niet terzijde, maar daar richt je je dus ook voornamelijk op. Vanuit de National Democratic Institute. Wij houden ons ook al met maatschappelijke organisaties bezig, maar heel sterk met hun rol om de politiek te beïnvloeden. Ja. Dus niet als een soort, met alle respect, een soort welzijnswerkerscentrum waar mensen met probleemgevallen binnen kunnen lopen. Mm-hmm. Maar veel maatschappelijke organisaties die een probleem op de kaart zetten, zowel maatschappelijk als politiek, zodat er ook iets ook wezenlijks verandert. Dat zijn de maatschappelijke organisaties waar wij ons op willen richten en proberen op te richten. Zoals de, als je nou kijkt naar die vrijheid van meningsuiting, wat ik me kan voorstellen is, want je geeft veel trainingen. En toen je nog in de Oekraïne zat, ben ik ook een keer met je mee geweest. Je doet dat weergaloos. Dus, dankjewel. Alsjeblieft. Wat me wel opviel, nee, laat ik het zo ver. In Rusland, als je daar die trainingen doet, besteed je dan ook aandacht aan het belang van vrije pers en van concurrentie in de media en dat soort dingen? Ja, maar dat doe je wel. Maar dat is niet onze hoofdaandachtspunt. We praten natuurlijk wel over media en hoe je om moet gaan met de media. Ja. Maar je moet niet vergeten dat die mensen heel veel te maken hebben met gecontroleerde media. Mm-hmm. Dus wat de adviezen die ze ons vragen is van hoe kunnen wij onze boodschap, onze message, om een goed Amerikaans woord te gebruiken in de politiek. Mm-hmm. Hoe kunnen we dat bij mensen krijgen als de media gecontroleerd wordt door de staat of door een paar hele rijke zakenlieden? Mm-hmm. Dus het is meer dat we het vanuit die invalshoek benaderen dan dat wij daar met journalisten aan tafel zitten of met maatschappelijke organisaties die bezig zijn voor een vrijere media. Daar zijn anderen voor die zich daar meer mee bezighouden. Je had net even over de verkiezingen. Of je introduceerde jezelf als iemand die helaas niet meer dan voor de zittende president en zijn partij functioneren. Ga je daar wat van merken, denk je? Ga je dat merken in Moskou? Ben je opeens minder interessant? Nou, dat moet nog blijken. Ja. Ik moet wel zeggen dat er in Rusland veel politici blij zijn met een republikeinse president. Is dat zo? Ja, omdat ik denk dat ze daar voor een deel ook nog wel gelijk in hebben ook, is dat ze... Republikeinen zijn natuurlijk veel meer recht toe, recht aan. Die hebben buitenlandspolitiek voor republikeinen is het eigen belang van Amerika. Schending van mensenrechten, nou ja, dat gaat misschien vroeg of laat wel over. Zolang het niet in de belangen van Amerika schaadt, neemt men dat op de koop toe. Ik denk dat een republikeinse president zich veel minder druk had gemaakt over wat er in Tsjetsjenië gebeurt dan een democratische president. Ander voorbeeld is Kosovo natuurlijk, dat republikeinen... En ik denk ook daar dat ze gelijk in hebben, want laten ze het zelf maar uitzoeken daar. Mm-hmm. Terwijl de Amerikaanse president en de vicepresident natuurlijk daar heel erg in voorop hebben gelopen om de situatie daar te veranderen. Ja. Dus men heeft zoiets van, kijk, Rusland is er voor zijn eigen belang, Amerika voor zijn eigen belang. En al die liberal of linkse prietpraat van mensenrechten en inmengen van onze binnenlandse aangelegenheden. Mm. Daar hebben we niets mee te stellen. Gewoon duidelijk, dat zijn jullie belangen, dit zijn onze belangen. Mm. Dus vrezen ze niet de rechtse krachten in Amerika rond de Republikeinen, die juist zeg maar weer een soort anti-Russische houding kunnen hebben. Ik bedoel, Clinton heeft ook altijd de dialoog wel gezocht. Ja, maar ze hebben zoiets van, wat heeft die dialoog eens opgeleverd? Dat is 10 jaar Yeltsin en moest kijken wat een troep het geworden is na 10 jaar. Dus men heeft daar, en dat geld van de IMF, daar heeft men zoiets mee van, het wordt hoog tijd dat we onze eigen broek ophouden. Wat moeten we met dat westerse geld hier? Dat hebben ze al in de broekzak. Het is toch al in de broekstok, dus het is makkelijk praten. Ja. Maar er is op dit moment in Rusland natuurlijk een hele grote nationale trots en veel onder Poetin ontstaat, veel grotere nationale trots. De Koersk. Nou ja, goed, dat is. Nou nee, maar dat is natuurlijk begonnen met. Dat is natuurlijk de stroom waarop Poetin aan de macht is gekomen. Trouwens, dit is wel een boeiend tijdstip. Als we nu over Rusland hebben. Want het is dus precies een jaar geleden dat. Of bijna een jaar geleden dat Yeltsin is afgetreden. Ja. En op nieuwjaarsdag vorig jaar. Poetin is aangetreden als president. Dus het is een. Een jaar Poetin. Ja. Nou, doe dat eens. Als je kijkt naar Poetin en zijn politiek. Wat je zegt net, Yeltsin heeft er een rotzooi van gemaakt 10 jaar lang. Doet Poetin het beter? Ik zeg dat veel mensen ervan mening zijn dat Yeltsin... Ik vind dat er veel fouten zijn gemaakt en ook heel veel fouten door het Westen gemaakt. En het Westen toch te eager, te hongerig is geweest van het is democratischer nu dan tijdens de Koude Oorlog. Mm-hmm. En dat vervolgens Yeltsin daarom met alles weg kon komen. Ja. En wij dus niet meer zakelijk en kritisch de boel zijn blijven volgen. Mm-hmm. Dus ik denk dat wel een juist punt van kritiek is. Ik denk met Poetin... Ik denk dat hij tevreden mag zijn over zijn eerste jaar. Ik denk dat hij... Er zijn veel hele belangrijke wetsvoorstellen aangenomen.
altijd de vraag van hoe gaat de invoering plaatsvinden in een land waar veel van het overheidsbestuur corrupt is, waar veel van de bureaucratie corrupt is, waar ontzettend veel belangen zijn die zullen blijven tegenwerken. Maar ik denk dat hij heeft belangrijke wetgeving op het gebied van hervorming van het openbaar bestuur is aangenomen, een nieuw belastingssysteem, wat hier in Nederland wordt ingevoerd, maar dat wordt ook vanaf 1 januari in Rusland ingevoerd. Nou, dat is iets anders, maar het zijn echt ingrijpende voorstellen geweest. Maar het is in die zin ook echt wel revolutionair, toch? Want in Rusland bestond er niet iets als belasting. Nou ja, dat was natuurlijk een belastingstelsel, alleen dat was volkomen verwaterd en verwaarloosd. Dat was niet te handhaven. Je kreeg alleen het geld nog als je met een enorme politiemacht een bedrijf... Precies. Dus zowel een veel eenvoudiger nieuw belastingssysteem wordt ingevoerd vanaf 1 januari, plus dat er veel duidelijker en ik denk toch wel iets rechtvaardiger belastinginning plaatsvindt dan onder Jeltsin. Is het nou heel moeilijk om Poetin te plaatsen op een links-rechts schaal? Nou... Tenminste, ik zou dat zelf heel moeilijk vinden. Ik zie hem wel als een nationalist. Ja. Ik zie hem ook wel als een krachtdadig managerstype, om het maar even zo te zeggen. Ja. Maar als je dit zo zegt, want als je het hebt over belastingen, dan denk ik van, nou, dan komt er misschien ook meer geld om sociale voorzieningen op te zetten en dat soort dingen. Verwacht je dat van hem? Nou, kijk, het dubbele van dit belastingstelsel wat ze invoeren, dat, ik zal het niet ingewikkeld maken, maar is wat je noemt een flat tax system. Dat iedereen betaalt hetzelfde tarief. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een heel rechts systeem. Dat zelfs Ronald Reagan heeft het nooit van elkaar gekregen om zoiets in te voeren. Dus iedereen gaat vanaf nu 13% betalen van zijn belasting. Nou kan je dus vanuit ideologisch oogpunt daar heel erg tegen zijn, want de armen, de zwaarste schouders dragen dus niet hier de zwaarste lasten. Het argument in Rusland is van, zorg nou eerst maar eens dat er een belastingmoraal gaat ontstaan, dat er betaald wordt en dan gaan we daarna wel praten over een even meer eerlijke verdeling. Er zijn ook wel stemmen die zeggen van, een jaar voor de verkiezingen gaat dat weer veranderen, dan zal je zien dat de rijkere 20% moeten gaan betalen en de rest 13%. Ja. Maar het eerste en het meest belangrijke voor veel van de Russische politici is nu zorgen dat er een belastingmoraal komt, dat er geld binnenkomt om zaken te doen vanuit de staat. Vind je het leuk om in Moskou te zitten? Want ja, ik vind het steeds leuker worden. Het is een harde stad, een rauwe stad, een beetje onaangenaam. Het is een hele grote waarin stad. Waarin uitziet dat? Onvriendelijke mensen op straat? Ja, de sfeer op straat is niet vriendelijk. Het is geen stad waar je makkelijk kan lopen of wandelen. Mm. Als bijvoorbeeld een Sint-Petersburg of een Kiev in Oekraïne, hoofdstad. Dat zijn veel steden waar je veel meer op je gemak voelt als je daar rondloopt. Mm. Dit is de hoofdstraat, is een achtbaans boulevard. Met wel trottoirs aan beide zijden, maar niet uitnodigend om daar voor het winkelend publiek of voor wandelaars. Het gebied rond het Kremlin is weer heel erg aangenaam. Als de politie je niet lastig valt, heb je daar een prachtig wandelgebied. Dus waarom zou de politie je dan lastig vallen? Nou, omdat ze proberen geld te kloppen uit mensen die niet een juist visum hebben of die iets bij zich hebben wat ze niet bij zich mogen hebben. Dus dat is wat onaangenaam voor een aantal toeristen af en toe. Ja. Maar dat is een schitterend gebied om rond te lopen en rond te wandelen. Maar hoe langer je er bent, hoe meer je aan die stad went en hoe meer je op je gemak gaat voelen. Maar dat heeft bij Moskou toch wel even geduurd. Wat merk jij van corruptie? Dan maar even vanuit je professionele invalshoek. Dus niet dat je op straat wordt aangehouden met... Ik heb een paspoort en bij dat paspoort hoort een Russisch visum. Ja. En behalve dat die stem van het visum moet je ook, als je langer dan 3 dagen in Moskou bent, moet je geregistreerd zijn op een woonadres. Zo. Nou, als dat bijvoorbeeld hotel niet kan niet. Ja, tenzij je op een hotel zit. Als je een toerist in een hotel zit, zorgt het hotel daarvoor. Ja. Maar als jij bijvoorbeeld dat visum niet bij je hebt of dat registratieadres ontbreekt daarin en de politie houdt je in aan, dan zou je dus gewoon de politie moeten omkopen of je gaat mee naar het politiestation. Mm. Nee, dat wil je dus absoluut niet hebben, dat je daar mee gaat. Precies, en je weet absoluut niet wat er dan vervolgens met je gebeurt. Mm. Dus dan betaal je, dan vraag je, kan ik niet de boete hier op straat betalen? Gewoon betalen. Is jou ook al een paar keer gebeurd? Nou, dat is me 2 keer gebeurd. Maar dat is natuurlijk een heel gevoelig proces, want ergens moet iemand beginnen. Ja. En dan, als je dan gewoon zegt, kan ik de boete hier niet betalen, dan kom je er wel uit. En dan het is allemaal wel, het is wel wat overkomen. Het is, dan zal je een keer tientje of 20 gulden betalen. Nee, ze zullen ons zeker in de gaten. Als jij een plek zoekt voor een training, een hotel, dat je zegt van ja, maar je moet, dit is de officiële rekening, maar dan moet wel wat onder de toonbank door, dat soort dingen. Nee, dat is dat soort corruptie natuurlijk. Nee, dat soort corruptie, het is niet zo dat wij mensen moeten omkopen om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen of zo. Nee, dat is nou, niet bekend. Als jij nou, want dat is tenminste, volgens mij vond je de Oekraïne ook ontzettend interessant. Daar heb je ook nog wel contacten, daar vlieg je nog wel regelmatig heen om te adviseren, begreep ik. Maar als je Kiev met Moskou moet vergelijken, of de Oekraïne met Rusland. Oekraïne, hè? Vorige uitzending ook gezegd. De Oekraïne. Oh ja, gewoon Oekraïne. Ja. De Oekraïne. Wat is dan het grootste verschil? Nou,
Het gaat slechter met Oekraïne dan met Rusland. Hmm. Niet alleen economisch slechter, maar het gaat ook in democratisch opzicht gaat gewoon slechter. Het is in Oekraïne een mafioze bende aan het worden. Ik bedoel, ja. Je hebt mafiosi in Rusland overal. En je hebt enorm veel huren, moorden, et cetera, in Rusland. Ja, maar de burgemeester van Moskou is laatst doodgeschoten. Ja, het is bijna onderhoek bij mij. Ja, onderhoek bij jou. Lekker. Ja. Nou, ze hebben zijn lijfwacht hebben ze vermoord, maar hij schijnt het te overleven. Hij is nog in kritische toestand in het ziekenhuis. Gewoon stengers erop. Ja, dat is gewoon dat zijn. Dan heeft hij toch maatregelen genomen die te veel tegen bepaalde mafiozen groepen zijn. En dan gebeurt dat. Maar denken die lui dan van dit is intimidatie? We schakelen zo'n man uit, maar de volgende zal het toch weer dezelfde regels willen gaan. Dat weet je natuurlijk niet. De volgende is natuurlijk wel gewaarschuwd. Ja. Ze zijn hier in Nederland, is een cabaret heel bang als hij een keer een klap op zijn gezicht krijgt. Ja. En dan houden ze hun mond al. Ja. Dus daar werkt dat dus als je een keer in het ziekenhuis beland bent en je bleef naar dood een strijd wint. Ja. Dan ga je misschien de tweede keer wel wat meer nadenken. Of je opvolger die denkt toch van... heeft zijn vrouw beloofd dat hij dat soort rare dingen niet zal uithalen. Ja, dus dat heeft toch... Oekraïne is meer verweven met de hele politiek. Ja, kijk, wat Poetin toch gedaan heeft... Ja. Je vroeg net van, waar staat hij nou op die links-rechtsschaal? Dat is heel moeilijk toe te passen in Rusland. Maar heel kort, heel snel, is je moet vier krachten onderscheiden in Rusland. 1, communisten, mensen die terug willen naar vroeger. 2, de groep die onder Yeltsin aan de macht is gekomen, oligarchen. Wat ze dan de oligarchen noemen, rijke zakenlieden. Mm-hmm. En de ambtenarenapparaat wat daaromheen is geklit. 3, de groep Poetin, die een sterke staat wil. Een vrije markteconomie. 4, de democratische krachten die een vrije samenleving willen hebben met een vrije markteconomie. Met respect voor mensenrechten, het recht van eigendom. Nou, Poetin is dus heel duidelijk van een sterke staat, vrije economie. Maar waar hij heen wil met zijn vrije met de democratische ontwikkeling van Rusland is nog onduidelijk. Mm. Op dit moment is er een heel veel samenwerking tussen democratische partijen en Poetin. Ja? Omdat heel veel van de maatregelen die hij voorstaat ook maatregelen zijn waar democratische partijen voor staan. De vraag is, waar gaat dat op de lange termijn naartoe? Mm. Wordt het inderdaad weer sterke staat, vrije markt, maar rigide overheidsapparaat, rigide controle op mensen? Dat is een onzekerheid. Dat is een onzekerheid, maar dat zijn risico's, maar er zijn ook zo kansen. In Oekraïne is de president en die mafioze groepen, die oligarchische groepen, die zijn zo met elkaar verweven. De vrije markteconomie heeft totaal geen wortel geschoten, omdat het echt gecontroleerd de media en veel van de energiebedrijven, nutsbedrijven, de oliesector, is zozeer in handen van een aantal rijke lieden die verweven zijn met de macht van de president, dat het daar echt alleen maar slechter en slechter gaat. En nou ja, goed, een van de gevallen die via de Volkskrant heel erg in de openbaarheid is gekomen, is natuurlijk de verdwijning van een journalist, Georgi Gongadze, die dus naar alle waarschijnlijkheid uit de weg geruimd is door de presidentiële administratie. Ja, want we hebben een documentaire hier gezien in Nederland over dat die tapes waren gevonden. Ja. Van dat er echt regelrecht opdracht werd gegeven om hem te elimineren. Althans, we moeten hem uit de weg ruimen. Het is een lastig mannetje, dat soort termen. Ja. Wat krijg jij daarvan mee? Nou, kijk, is het in Moskou trouwens ook groot nieuws? Dit soort nee, natuurlijk komt het wel in het nieuws. Ja, dan moet je weer... Oekraïne is natuurlijk een heel belangrijk... Voor Oekraïne is Rusland een heel belangrijk land. Maar voor Rusland is natuurlijk Oekraïne ook een vrij belangrijk land. Maar wel veel minder tijdzones, hè, Oekraïne? Ja, zeker minder tijdzones. 4? Nou, volgens mij heeft Oekraïne gewoon is maar 1 tijdzone. Nou, oké. Ja, het is heel raar. Het is een klein landje. Maar goed. Wat daar speelt is dat Rusland op het moment dat soort nieuws in Rusland groot nieuws wordt, openbaar komt, schaadt dat de president van Oekraïne en dus schaadt het de relatie Rusland-Oekraïne. Ja, en daar zie je dus dat een vrije media toch enigszins tussen aanhalingstekens gesteld moet worden. De staats-TV wordt natuurlijk nog altijd wel gecontroleerd. Ja. Dus het is niet dat grote nieuws wat je zou verwachten. Aan de andere kant, helaas is het zo'n barbaarse samenleving, ook Rusland. Ik moet het even uitleggen, dat zaken niet in orde komen. Het verhaal is dat regelrecht door de president verordeneerd zou zijn om een journalist, die zeer kritisch was, uit de weg te ruimen. Er is een lijk gevonden, of op een gegeven moment is hij verdwenen, de journalist. Er is een lijk gevonden, onthoofd en met chemicaliën overgooid. Onherkenbaar. En de autoriteiten ontkennen eigenlijk nog steeds dat die journalist zou zijn. Ja. En pretenderen een beetje dat hij gevlucht zou wezen of zo. Dat hij naar het buitenland zou zijn. Ja. Jij hebt contact met zijn weduwe, met zijn vrouw. Mm-hmm. Hoe is dat tot stand gekomen trouwens? Nou, omdat ik vroeger in Kiev gewoond heb en daar gewerkt had. En zij is de, zeg maar, het
hoofd van het persapparaat van een van die politieke partijen waarmee we hebben samengewerkt. Dus ik heb hem geadviseerd en zij is af en toe aanwezig geweest tijdens trainingen die ik gedaan heb. En zodoende is dat, kende ik er. En toen ik terug was de laatste keer heb ik vrij veel contact met haar gehad. En, maar dit is een enorm heftige ding. Maar in de Oekraïne zelf is het wel groot nieuws. Want daar is natuurlijk ook door de Staatstv of gecontroleerd. Ja, dat is, daar is dat, en dat is, ik denk dat is hoe tragisch zo het geval in zichzelf is. Wellicht is het een bron van hoop. Omdat ik de Oekraïnse politiek echt in opstand is gekomen. De leider van de Socialistische Partij, Moros. Hele integere man, een van de weinige integere politici daar in het land. Die heeft het aan de kaak gesteld, heeft dat bandje in de openbaarheid gebracht. En is dus een zaak voor het parlement geworden. Mm-hmm. Dat heeft dat echt de gemoederen behoorlijk verhit en dat doet het nog steeds. Ten tweede zijn er heel veel demonstraties op straat geweest. Ja, ja. Er zijn een tentenkamp opgeslagen in het midden van het centrum van Kiev. En ja, dat moet je niet uitslaan. Onder de motto van we willen duidelijkheid, we willen weten wat er gebeurt. Ja, en als het zo is, wat nu lijkt, aftreden. Ja, dit is niet de president van ons land. Wij willen niet zo'n president van zo'n land hebben. Nee. De president heeft vervolgens een aantal mensen betaald. En die hebben een tentenkamp daarnaast opgeslagen pro de president. Ja, wat voor leuzen gaan die de straat op dan? Want de president moet blijven. Poesma, onze president. Maar die staan er gewoon daarnaast. Maar daar hebben ze 6 tenten opgeslagen. Daar zitten dan 2 mensen in en dan wordt het afgewisseld. Dat is heel tragisch. Ook dat studenten laten zich daarvoor lenen. De mensen zijn zo arm daar. Studenten krijgen een beurs van 10 gulden per maand. Ja. En die laten zich betalen om een tegendemonstratie te organiseren. Dat is heel triest dat zelfs studenten zich daarvoor laten lenen. Maar goed, het geeft ook aan... Kan jij daar dan wat betekenen? In dat soort hele concrete gevallen. En dan ken je die vrouw ook nog. En je hebt hem ook nog wel eens ontmoet, geloof ik. Zo zijdelings. Kun je dan als NDI daar een rol in spelen? Daar zijn wij dus niet voor. Nee. Ik weet wel dat mijn collega's zich er wel... Maar goed, je hebt lijnen naar de Democratic Party in Amerika. Mijn collega's daar hebben ze er heel hard voor gemaakt. Hebben heel veel van het maatschappelijk protest helpen mede organiseren. Mm-hmm. Maar dat is dus niet een dank afkomst aan. Want ze krijgen dus nu geregeld bezoek van de Oekraïnse KGB. Ja. Dus het is nu al een paar keer dat ze onverwacht opeens die KGB, Oekraïnse KGB-officieren op de stoep stonden. Ben jij nog niet? Nee, maar ik sta natuurlijk aan de zijkant. Ik woon in Moskou en ik heb daar niet direct mee te maken. Want als ik in Kiev ben, dan ga ik natuurlijk wel naar het tentenkamp. En ben ik daar ook met een aantal van die leiders van die partijen naartoe geweest. Dat is het minste wat je kan doen. Maar dan is het ook weer niet gunstig, zeg maar, dat er nu Republikeinen zitten. Juist vanwege het argument dat de Amerikaanse regering niet echt snel geneigd zal zijn om druk uit te oefenen op de Oekraïnse regering met dit soort zaken. Dat is waar, maar dan wil ik het niet te ingewikkeld maken voor de kijker. Dat Gore, kan weer zijn voordeel hebben. Ja, maar Gore en, er was vroeger een commissie tussen Oekraïne en Amerika. Ja. Dat heette de Gore-Kuchma-commissie. Oh. Dus dat was Kuchma van Oekraïne en Gore van Amerika. Die hadden een commissie om het proces, economische en democratiseringsproces in Oekraïne zoveel mogelijk te stimuleren. Dus dat is een commissie van hoog niveau. Ja, Clinton is ook al op bezoek geweest. Die is ook geweest, ja. Maar dat heeft dus Gore dus ook wel... Gore zat meer en meer in zijn maag met die relatie met Kuchma. Ja. Dus wat dat betreft zou het nog wel zijn voordeel kunnen zijn dat er gewoon een nieuwe start tussen Colin twee. Powell even langskomt met de things en zo. Goed, ik weet ook wel, bij de Republikeinen staat zeker niet bovenaan de agenda de schending van de mensenrechten. Maar als deze zaak gaat lopen in internationaal protest is en blijft, dan kan ook een Republikeinse president daar niet omheen. Nee. Hey, jij komt terug naar Nederland. Ja. Ongeveer in maart. Ja. Waarom kom je eigenlijk terug? Want je zit nu, hoe lang heb je nu? 2,5 jaar? 2,5 jaar, eerst in Kiev en nu in Moskou. Waarom kom je terug? Ben je uitgekeken op de hele Oost-Europese ontwikkeling? Nee hoor, daar kan je niet, volgens mij niet op uitgekeken raken. Nou, meer zo van, het is mooi geweest. Ja? Ik heb... ongeduldig manneke, zou ik dan denken. Ja, volgens mij zei het de vorige keer ook al. Ja, dat zou best kunnen. niet zo ongeduldig manneke. Kijk, ik ben... Ieder heeft zijn sterke en zijn zwakke punten. Ja. En misschien is mijn zwakke punt het afmaken van het laatste deel van het werk. Je bent geen beheerder. Nee, ik ben geen beheerder. Ik heb dus in een jaar tijd daar ontzettend veel veranderd. Het programma een hele andere kant op laten gaan. Ja. We hebben hele andere en volgens mij veel en veel betere relaties met de leiding van politieke partijen daar nu. En als je dan verder gaat in met je programma's, wat ondertussen natuurlijk ook gebeurt, dan gaan er steeds meer mensen zich met je bemoeien. Dan gaan ze vanuit Amerika meelopen kijken. En ik kan ontzettend tegen wat je noemt
slecht tegen micromanagement. Dat mensen over mijn schouder gaan meelopen kijken en zeggen... Nee, dat moet je anders doen. Niet. Dus dat is één ding. Het tweede, er is minder geld voor Rusland beschikbaar dan in het verleden. En ze wilden me graag houden, maar ik heb geen zin om met een krimpend budget daar te blijven werken. Rusland is zo groot dat er moet juist meer geld bij. Elf tijdsrondes, dames. Ik wou het niet gaan herhalen. Maar ik vind dus dat moet er... Helaas is dat is ook weer een grote irritatie van mensen zoals ik, die dus in Rusland werken. Dat de wereld het belangrijker vindt om geld in Kosovo te stoppen dan in Rusland. Mm-hmm. Want daar, ja, maar goed, dat helaas is het gewoon allemaal erg trendy. De linkse wereld die rolt gewoon van de ene onrustplek naar de andere onrustplek. En vervolgens vergeten ze het als het niet meer in het nieuws is. Mm-hmm. Dus nu gaat alles naar Kosovo, wat natuurlijk volstrekt irrelevant is in het wereldgebeuren. Mm. En dat gaat dus ten koste van het budget bijvoorbeeld in Rusland. Mm. En daar moet het geld volgens mij dus wel naartoe. Dat is veel belangrijker. Ja. En dan op een gegeven moment heb je hebt de boel veranderd. Je hebt heel veel bakens verzet. Je merkt dat het de goede kant op gaat. En als je dan niet... kan door investeren, dus met meer programma's erin, meer mensen erin. Daar heb ik zoiets van, het was hartstikke leuk. Moskou is een geweldige stad en daar heb ik te mogen werken in Moskou voor de Amerikanen als eenvoudige Nederlander. Dat heb ik echt als schitterend ervaren. Ja. Maar dan wil ik gewoon weer verder. En ik weet ook wel dat ze graag willen dat ik geregeld terugkom om voor hun daar als dan blijf ik doen, als een moderne consultant terug te komen. Je wordt Global Consultancy BV, want je gaat in Nederland... Nee, maar je gaat in Nederland wel... ga je in die zin voor jezelf beginnen. Ja. Overigens, wat ik wel aardig vond, nog niet zo lang geleden... werd jij in de Volkskrant aangehaald, op de voorpagina zelfs, geloof ik. Zo. Ja, dames en heren. Dat de heer Sjaak Monas een vernietigende analyse had gemaakt van de campagne van Gore. En... toen schreef Hans Wansink van de Volkskrant in zijn column dat zo'n man als Sjaak Monas toch meteen moest worden teruggehaald in Nederland voor de Partij van de Arbeid. Want daar liggen jouw roots, hè? Partij van de Arbeid. Ja, ja, ja. Is dat misschien ook nog een beetje een reden waarom je terugkomt? Nee hoor. Dat zou hebben lopen trekken? Nee, er is geen telefoontje vanuit Nederland, vanuit Den Haag of vanuit Amsterdam van... We hebben je nodig. We hebben hier een klus of een taak liggen die tussen nu en... Hoe vind je dat? Vind ik wat. Nou, dat ze je niet nodig hebben dan? Nou ja, luister, ik ben zelf uit de Partij van de Arbeid, of tenminste uit de inner circle van de Partij van de Arbeid gestapt. Ja. 3 jaar geleden. En dan weet je in de Nederlandse politiek, dat is dan over het algemeen einde oefening. Ik bedoel, in Amerika, dat is natuurlijk het grote voordeel van Amerika. Je kan gewoon van staat naar staat gaan als political consultants of campaign consultant, want er zijn verkiezingen te over, permanent. En in Nederland heb je in principe één keer je hoogtepunt. Doe je één keer een grote campagne. Mm. Als je mazzel hebt of als je het leuk vindt, kan je een tweede keer blijven. Maar de meeste mensen zijn dan wel weg. Nou, ik heb mijn finest hours zijn in 94 geweest. wat voor betreft de campagne voeren. Ja. En that's it. En als er vervolgens een telefoontje komt vanuit Den Haag van... zou je iets voor ons willen doen? Dan gaan we dan weer praten. Ja. Zou je je nog wel kunnen interesseren voor zeg maar, de Nederlandse binnenlandse politiek? Nu je zeg maar, echt veel meer op het wereldtoneel hebt mogen rondsnuffelen? Ik moet maar even voor de kijkers. De vorige keer hadden we de foto dat Sjaak de hand schudde van Poetin. Ondertussen heb jij Clinton ook al de hand mogen schudden. Kortom, dat wereldtoneel en dan verplaatst, of vergelijkend met Nederland. Een beetje de problematiek van de kokkel. Ja, dat is natuurlijk het grote dilemma. Als je in Rusland hebt gewoond en gewerkt en dan ook nog eens een keer voor de Amerikanen hebt gewoond en gewerkt. Om je dan weer helemaal op te laden voor de Nederlandse problemen. Dat moet je even doorheen. Maar aan de andere kant, het gaat toch heel snel. Als je 's ochtends gewoon de ochtendkrant leest, dan pak je snel genoeg het Nederlandse nieuws wel weer op. Maar word je dan ook verontwaardigd? Of denk je... Denk je elke keer als je het leest... jongens, dat je daar nog mee bezig bent? Je wordt er ook wel weer door gemotiveerd. Want ik heb zelfs bijvoorbeeld... Je zou wel willen dat Nederland bijvoorbeeld op het gebied van buitenlandse politiek... weer eens een wat leidende rol. Leidend, ik bedoel, dat kan natuurlijk nooit in zo'n klein land. Maar toch een intelligentere rol. Een beetje uit dat bestuurlijke harnas treedt en gewoon meer een voortouw neemt. Gewoon bepaalde discussies agendeert in de buitenlandse politiek. En dat is natuurlijk weg. Ik bedoel, als je naar zo'n
top van Nice kijkt of wat dan ook, dan zie je toch alleen maar mannen in pakken staan die elkaar weer een handje geven voor de foto. En je hebt niet het gevoel dat daar echt iets gebeurt, dat daar een inspirerende beweging is. Dat wou ik je net vragen, want of misschien dan het Europese platform, of het West-Europese platform, het platform van de Europese Unie, voor jou nog wel weer een hele erg interessante plek zou zijn. Ja, dat hele Europarlement vind ik helemaal niks. Nee. Met alle respect, dat vind ik helemaal niks. En daar moet iedereen zich mee bezighouden. Ik weet ook wel dat het onvermijdelijk is. Om dat te veranderen, om daar zie je niet gebeuren. Nou, kijk, maar luister, ik vind, ik heb zelfs zoiets, er zijn maar een paar mensen die daar echt een rol in kunnen spelen. En in Nederland is dat Wim Kok en Dick Benschop en misschien een beetje Van Aartsen, die minister van Buitenlandse Zaken is. Mm. En Benschop niet vanwege de kwaliteit. Dat moeten we met elkaar uitzoeken. Ja. En Benschop die staatssecretaris Europese Zaken is. Nou, voor de rest, jongens, het allemaal, ieder ander die zich ermee bezighoudt, die heeft gewoon een goed betaalde baan die aan het rommelen en is vervolgens aan het rommelen in de marge. Mm. Al die vergaderingen in dat Europees parlement, dat heeft toch geen enkele invloed op wat er gebeurt. Nou, dat weet ik niet, maar een van de krachtigste instrumenten die je me kan voorstellen. En niet dat het van vandaag op morgen geregeld is, maar als je nou daadwerkelijk een Europees referendum zou mogelijk maken voor alle ingezetenen van Europa over cruciale issues. Dan heb je toch dan kun je het hele Europese parlement voorbij en toch een waardige impuls geven aan de democratisering van Europa. Nou goed, dan moet je deze discussie moet je vanuit Nederland gewoon gaan agenderen, niet als een soort Europarlementariër. Moet je vanuit Nederland gaan agenderen, jongens, waar zijn we nou? Ja. En het is duidelijk dat wat er in de jaren 50 en 60 gesmeed is, dat gewoon niet meer toereikend is voor de huidige situatie, voor de zeg maar de post-Koude Oorlog situatie. En wat we nu proberen is omdat we proberen alles maar in dat jasje te krijgen. En ik denk dat dus, niet dat ik nou 1, 2, 3 de oplossing hier heb hoor, maar we moeten gewoon veel intelligenter denken, verder nadenken dan dat jasje wat we in de jaren 50 of 60 en dus offensiever. Ja. En dat helaas ontbreekt. We doen het goed, we zijn het braafste jongetje van de klas, dus we hebben ook waarschijnlijk niet het lef of de prikkel om zo vooruitstrevend te zijn op dit moment. Maar zo'n soort agenda, dat mis je. En dat zou best in de Partij van de Arbeid bij betrokken willen zijn om dat proberen neer te zetten. Wat als je nu de kranten leest, wat valt je dan op aan de Nederlandse situatie in Nederland? Nou, als je met de kerst terugkomt, dan is alles heel erg reflectief. En natuurlijk opviel was die enorme bijlages over de ik-culturen in Nederland. Ik denk, wat mij waren het gewoon twee dingen die je dan meer opvallen nog dan anders is. De eerste, hoe Nederland toch nog bezig is met zijn verleden. Met een toch een onverwerkt verleden. Met name kwam het natuurlijk naar voren, dat vond ik zelf, met het probleem in de Molukken. De koningin die er op haar manier aandacht in besteedde in de kersttoespraak. Maar ook de Tweede Wereldoorlog die elke keer weer terugkomt nu met die benoeming van Job Cohen. Dat elke keer moet Nederland... Hoe bedoel je dat? Dat vind ik helemaal niet erg hoor. Hoezo kwam dat terug Cohen met van is natuurlijk weer het feit van we hebben weer een Joodse burgemeester. En dus gaat het niet terug naar van wat is zijn achtergrond geweest? Wat is er met de familie gebeurd? Dat is allemaal heel goed. Maar je merkt op. Gewoon dat... Ja, valt heel erg op dat Nederland elke keer maar door dat onverwerkt verleden moet gaan. En dat ook waarschijnlijk nooit zal verwerken. Maar verwacht jij niet dat, zeg maar... Want daarmee suggereer je ook een beetje dat in andere landen... CQ Rusland veel minder gebeurt, dat het dan veel meer naar voren is gericht. Maar verwacht je niet dat zeg maar na 30 en 40 jaar in Rusland een enorme reflectie zal plaatsvinden op de hele communistische verleden? Nou, dat denk ik ook. Ik denk wat het misschien het verschil in het Rusland... Het is niet iets typisch Nederlands, of zo nee, klinkt het een beetje. Je zegt het alsof je het iets typisch Nederlands vindt. Nou, ik denk dat wij... Ik was helaas nog niet aanwezig in de jaren 50 of 60, want natuurlijk ook een enorm debat heeft plaatsgevonden over wat er gebeurt in de Tweede Wereldoorlog. Maar misschien was Nederland toen heel erg bezig met de wederopbouw, met de economische wederopbouw. Dat was nou, en was er dus minder tijd voor dit soort... Ik was er ook niet bij, maar dat weet ik toevallig. Nou, je dus, leest wel eens wat. Ja, nou, dus neem ik jou als autoriteit aan in deze. Dankjewel. Dat is altijd goed als je de presentator op zo'n gestoel te neerzet. Maar in Rusland merk je dus gewoon dat er... Dat er geen luxe is om te reflecteren op wat er gebeurt. Tot mijn grote verbazing. Er zijn natuurlijk wel discussies voor de Nederlanders die de discussie over de herinvoering van de muziek van het volkslied wat onder Stalin is in. Dan komt zo'n debat wel even los. Maar de miljoenen en miljoenen mensen die verdwenen zijn in de kampen van Stalin in de Gulag. Daar is helemaal geen discussie. Dat is eigenlijk geen punt van discussie. Omdat iedereen bezig is met het probleem van nu en met de wederopbouw van nu. Dus dat komt zeker terug. En ik hoop ook, want ik vind het vreselijk dat zo weggedrukt wordt in Rusland. Maar goed, wat je dus merkt in Nederland is dat is het eerste. En het tweede wat me erg opvalt is... In Rusland is een land waar natuurlijk autoritair geregeerd wordt. Waar autoriteiten iets voorstellen.
Wat geen vrije samenleving is. Mm-hmm. Nooit geweest. En dat nog helemaal doorheen moet gaan. Maakt niet uit of nou verkiezingen zijn of niet. Maar de hele cultuur van een vrije samenleving ontbreekt. Dat je hier in Nederland, natuurlijk in het Westen de afgelopen 30 jaar een enorme liberalisering, emancipatie hebt gehad. Autoriteiten stellen niks meer voor. Ja. En dat je, wat ik proefde, wat ik zo destilleerde, is van, we moeten op zoek naar een nieuwe balans. Hm. Ik bedoel, een autoriteit of Wat bedoel je? Een soort behoefte aan sterk leiderschap? Nee, dat is het gevaar. Hè? Van meteen terug, moeten we sterk leiders hebben? Ja. Van, we moeten weer, de vader moet weer hoofd van het gezin zijn. Of, we moeten weer luisteren naar de directeur. Of, dat bedoel ik helemaal niet. Maar wat je een beetje voelde is van jongens, dat alleen maar anti-autoriteit zijn of bepaalde waarden zoals het gezin volledig aan de kant zetten. Mm-hmm. Je merkt dat, wat ik merkte tijdens deze kerstvakantie, dat ik tussen de zinnen doorproefde, we hebben een zekere nieuwe balans nodig. Mm. Niet een soort conservatisme van terug naar, alsjeblieft niet. Helemaal geen spruitjeslucht. Mm-hmm. Maar moeten we niet eens gaan kijken. Ja, ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Want als je kijkt naar de discussie, we hebben dat afgelopen jaar, dat heb je ongetwijfeld niet meegekregen in Moskou. Is door de dappere dodo Tom de Graaf debat aangezwengeld over het Koningshuis. Ja. Maar ik vind nog steeds, ook als je kijkt nu naar de discussie over Maxima en Willem-Alexander. Dat er heel weinig respect eigenlijk is. En ik vind het ook terecht dat er weinig respect voor is. Maar dat er weinig respect is voor het Koningshuis in die zin. Dus die tendens die je nu signaleert, die zie ik niet zo. Want daar zou je het eerste verwachten. Want als er echt een autoritair symbool nog is in Nederland, dan is het natuurlijk het Koningshuis, toch? En ik zie hem alleen maar verder afkalven. Ja, dus wat voor sociologische analyse zit erop? Ik kan ook helemaal mis zijn. Ik geef je alleen maar de waarneming van een accidental. Nee, maar waar baseer je dat dan op? Dat er een soort terugverlangen is naar? Een soort van ordening? Nee, wacht. Ik zeg niet eens dat het woord verlangen is. Mm. En je moet me alleen maar zien als een soort van een passant. Ja. Die de kerst, alle dikke kerstbijlagen een beetje. Maar wij zijn allemaal passant. Goed, maar ik ben in ieder geval iets meer passant. Ja. Tijdens een kerstvakantie. Dat ik een beetje tussen de regels doorproef. Ja, waarom? Noem eens een voorbeeld. Nou, het voorbeeld van jongens, dat gezin wat we allemaal zo gebagatelliseerd hebben. Ja. En dat toch wel een plek is die zijn waarde in de samenleving heeft. Mm-hmm. En wat je dus, dat zou 10 jaar geleden, als ik dat hier CDA, gezegd had, was jij op de stoel gestaan. Helemaal niet. Had ik gezegd, van, ben je lid van het CDA geworden? Ja, precies. Weet je wel, je bent zeker van de Democraten. Nou, zeg ik nog steeds. Misschien is het ook omdat ik nu zelf een gezin heb, weet ik veel. Ja, denk ik. Maar ik geloof toch we hebben natuurlijk redelijk veel jeugdproblematiek. En veel jeugdproblematiek is gerelateerd aan problemen die er in gezinnen zijn. En dat is steeds meer op het netvlies gekomen. Mm-hmm. En je voelt nu dat er zoiets is van, jongens, Het heeft wel zo'n plekje en zijn waarde. En zekere bescherming, geborgenheid, liefde die er vanuit zo'n situatie geboden wordt. En dat is natuurlijk. Ethische revij heette dat, hoor. Dat is alweer 15 jaar geleden. Dat spreekt die jongen onlangs zei, van, als je het over spiritualiteit hebt, dan word je meteen uitgekost. Ik heb toevallig die uitspraak gehoord. Helemaal niet. Nee, ik ben erg voor de spiritualiteit. Nou ja, ik ook. We zitten hier ook allemaal tussen spirituele boeken. Nee, ik ben er erg voor, maar je moet wel een beetje bij de feiten blijven. Dus over de monarchie. De monarchie. Neem maar het symbool. Nou, wat natuurlijk heel aardig is, is daar kijken mensen volgens mij echt door aan. Als je nou, laten we nou eens even terugkijken. We zijn tegen het oude en nieuw. Yeah. We kijken even terug. Yeah. Kijk naar de discussie. Nou, Tom de Graaf heeft ermee gescoord. Ja. En wat is er van overgebleven? 0,0. Ja, een prachtige notitie van Wim Kok, waarin niets veranderd hoeft te worden. Nou, precies. Ja. En wat Willem Breedveld vandaag in Trouw vond wel mooi. Zo van, die ging even de lijsttrekkers zo langs. Want wat hebben we hier nou nog in Nederland aan politieke lijnen figuren? Ja. En wat hij bij Tom de Graaf zei van, met veel elan of verve op de agenda gezet. En vervolgens zit de monarchie nog sterker in de zaal dan ooit tevoren. Ja. Einde oefening. Ja. Nou, dat is dus het probleem. Het is allemaal ketelmuziek. Het is allemaal leuk. We hebben het lef in Nederland om het aan de orde te stellen. Mm-hmm. Maar de tijd dat we dan ook vervolgens dan nog acties aan verbinden. Bijzetten. Van dat we dan met wetsvoorstellen komen of dat we een kabinet opblazen. Okay. Dat we wel sterk verstaan. Ander voorbeeld, dus, maar wel in het verlengde daarvan. Paul Rozemuller, Femke Halsema, die hebben opgeroepen in een stuk in de Volkskrant voor de kerstvakantie, om nu al een debat te voeren over wat doen we met Zorikjeta. Ja. En wellicht ketelmuziek, want de hele discussie heeft een hoog ketelmuziek gehalte natuurlijk ook. Maar jij als PvdA oud-adviseur, Wat zou jij de PvdA nu adviseren? Wacht maar rustig tot de verloving bekend is en het huwelijk wordt aangekondigd en dan is een debat. En wat doen we dan? Nou, dit is een van de allermoeilijkste problemen volgens mij om een
Het is trouwens wel weer aardig, hè? Want het is wel weer typisch ook weer een soort onverwerkt iets van Nederland. Ja. Hoewel het dan Argentinië betreft, maar daar waren we toen vanwege de voetbaltoestanden nauw bij betrokken. Het is heel moeilijk om hier een zinnelijk debat over te voeren. Omdat ik vind dat allebei de kanten gelijk hebben. Aan de ene kant het feit dat we daar met een minister een minister gaat mee vieren in een Nederlands feest. Ja. Ja. Terwijl die man bloed aan zijn handen heeft. Hè, ja. Om een parafrase bloed in de paal van Freek de Jonge en de Bram van Meulen. Ja. Mm-hmm. Dat is iedereen die een beetje ethisch gevoelsdonder heeft, die voelt wel dat niet goed zit. Aan de andere kant, als daar twee mensen elkaar ervoor kiezen om te trouwen, dan weet ik wel, dan mag je 1000 keer de kroonprins zijn. Moeten wij, wat 20 jaar geleden is ontstaan, waar Argentinië bovenal voor verantwoordelijk is hoe zij dat verleden wil verwerken, moeten wij daar zo'n enorme zaak van gaan maken? Mm-hmm. Dat vind ik een ontzettend moeilijk dilemma. Dat is, als ik adviseur zou zijn, dan zou ik zeggen, jongens, weet je wat? Er zijn wel meer verkeringen uitgegaan. Laten we eerst maar eens eventjes, rustig aan. Laten we het gewoon eventjes bekijken. Geen wilde uitspraken doen. Laten we eerst maar eens even kijken of ze inderdaad gaan verlopen. Dan speel ik even Baarden van Dorp, want die noemen het ook bij elke politicus die ze in hun uitzending hebben. En dan zeggen ze, nee, het is nu het geval. Ze gaan zich verloven, het huwelijk zit eraan te komen. Wat doen we dan met die man? Nou, als adviseur zeg ik dan altijd meneer Dulboer, als we zo gaan beginnen, dan... Dus dat doen we niet. Maar als je nou mijn persoonlijke mening... Ben je eens met Jelke van Nieuwenhoven? Die zegt, ik maak een scheiding tussen de functie die je bekleedt als voorzitter van de Tweede Kamer. En die geeft die man een hand, maar als persoon, no way. Een hele schizofrene... Nou, ik bedoel, dat is... Maar zo formeel, dat je het puur formeel houdt. Nou, dat is dus het punt, omdat ik denk dat het dus, wat ik al zei, het is moeilijk om een zinnelijk debat te houden. En ik vind dat allebei de kanten een groot deel van het gelijk in zich dragen. Mm-hmm. En de route die Jelte van Nieuwenhoven schetst, is een way out. Mm-hmm. Het is geen schoonheidsprijs, maar het is wel een way out. En het is, met alle respect, maar voor Rozenmuller en Halsema, maar het is het makkelijkste standpunt. Ja. Het is misschien ook het standpunt wat het meest gelijk van de wereld in zich draagt, mm-hmm. maar... Ja, ik weet niet. Het knaagt ergens in me om iets wat 20 jaar geleden heeft plaatsgevonden, waarin Argentinië in de eerste plaats voor verantwoordelijk is, hoe zij met het verleden van die man en haar regime heeft afgerekend, om dat nu als een Nederlandse zaak zo hoog op te gaan spelen en daar een soort... Ja, maar je zegt wel iets waars. Ja. Tenminste, dat zou een leidraad kunnen zijn. Dat vind ik zelf namelijk ook. En ik voel dat ook wel door jouw woorden heen als je ook spreekt over Rusland en zo. Dat we vanuit Nederland enorm wijsneuzig allerhande commentaar kunnen leveren. Maar hoe lost Argentinië het zelf op? Volgens mij moeten ze een formeel standpunt vragen aan de regering van Argentinië. Nou, dat vind ik. Hoe vindt u dat wij deze man moeten ontvangen? Ja. Maar goed, als je dat denk ik ook. Maar vervolgens zou ik denken, als ik als echt als campagneadviseur aan de gang zou gaan, dan zou ik een heel ander verhaal van maken. Ik zeg van, hier is een jongen en een meisje, die willen met elkaar trouwen. En dat gaan wij geen meter voor in de weg staan. Vervolgens gaan we ons bezighouden met waar het land zich echt bezig mee moet houden. Dat is de wachtlijst in de gezondheidszorg wegwerken. Zorgen dat er minder kinderen in de klassen komen. Zo poets je het probleem op tafel en zet je Halsema en Rozenmuller in de hoek. En in de hoek. En dan zit iedereen mee eens. Ja, laat het meisje en die jongen gewoon met elkaar trouwen. Ja. Maak je druk over. Ja, dat schijnt ook zo te zijn. Hè? Dat vindt 95% van de Nederlanders. Ja. Natuurlijk. Dus, met alle respect, maar het is natuurlijk een elitair debat. En we hebben geen problemen meer. Dus pakken we wel een probleem van een ander land. En transporteren we dat naar ons land toe. Nogmaals, met alle respect. Maar ik zou zelf zoiets hebben van... En als ik kok een beetje inschat, denk ik dat ik die kant uiteindelijk ook wel op zal gaan. Okay. Van jongens, dit is een man en een vrouw die kiezen voor elkaar. Die willen met elkaar het huwelijk ingaan. Gaan we niet en daar gaan wij begrijpen. Nou, en dan zal kok met al zijn autoriteit dat denk ik heel goed weten te presenteren. En vervolgens zeggen, nou gaan we over tot de orde van de in dag. In de speech aan het volk. En het speech aan het volk is dan weer misschien zoiets wat terugkeren is naar... Ja, je moet natuurlijk altijd... Overigens... Heb je niet vreselijk moeten lachen om het feit dat Beatrix pas dit jaar voor het eerst, alsof de televisie dus net is uitgevoerd, die kersttoespraak houdt en dat de RVD, de Rijksvoorlichtingsdienst, goes modern. Ja, ik denk over 30 jaar dat die ook op internet wordt uitgezonden. Nou, dat denk ik dus ook. Ja, dat wou ik net zeggen. Hey, we moeten afronden, Sjaak. De tijd is... Nou, ja. Ja, 20 minuten had ik voor je, dat weet je. Oh ja, nu ga ik jou interviewen. Ja, nu moet je weten. Nee, de 45 minuten zijn al voorbij. Zo. Is niet te geloven. Je hebt dit boekje hier liggen, maar heb je daar nog voor een reden of niet?
Nou, lees maar voor, dat vind ik wel leuk. Lees maar een stukje voor waarmee jij je cursus begint in Moskou. Kijk, dames en heren, dit is verkiezingshandleiding van Quintus Cicero. Dat is de broer van de bekende Marcus Cicero, die ooit verkiezingsstrijd voerde om als jongste senator van de Senaat van Rome gekozen te worden. Welk jaar spreken we over? 300, 200 jaar geleden? Ja, lang geleden. Ja, iets na Christus. En zijn broer heeft een verkiezingshandleiding geschreven. En u denkt altijd dat het nu allemaal heel slecht is in de politiek en dat het walgelijk is en dat er... Ja. Ik heb het niet eens over de opvolging van Kok gehad. Nee. Goed. Ben ik even blij om. Maar er wordt altijd over gesproken van hoe slecht het tegenwoordig is. Het alleen maar mannetjes maken schaadt en allemaal trucs en noem maar op. Nou, dit is dus zeg maar aan het begin van onze jaartelling geschreven in het advies voor om hoe hij de verkiezingen, hoe Marcus Cicero de verkiezingen kan winnen. En daar heeft hij een 54 adviezen geschreven. Ja. En dan lees ik u het laatste deel van het eerste advies voor. Omdat als er mensen, zoals misschien de dubbelboer, ooit nog eens de verkiezingen de politiek in willen, kunnen ze dit ter harte nemen. Ik ga luisteren. Natuurlijk, je bent wie je bent. En dat is ook je sterkste troef. Maar toch, het kan geen kwaad om af en toe te doen alsof. Vooral als dat maar voor een paar maanden is. De verkiezingen komen eraan. Dat is, dat lees jij voor. Als je die trainingen geeft aan de politici in Rusland en Oekraïne. Aan mensen die verkiezingen willen winnen. Ja. Oké, okay, helder. Als een geintje. Dankjewel, Jacques Monas. Graag gedaan. Het was me zeer aangenaam. En wellicht over een half jaar, als je dan weer in Nederland gesetteld bent, dat je ontzettend loopt op te winnen over de kokkelvissers. En sorry, Kieta en alle andere. Wat zijn dat, kokkelvissers? Kokkelvissers, dat leg ik je naar de uitzending uit. Oké, dames en heren. Heb een goede jaarwisseling. Die is misschien nu gaande. Voor allen die niet naar Freek de Jonge kijken, dank u wel. Dat u mij verkiest boven Freek de Jonge. Mij. Oh, sorry, Jacques Bonas. En ik zie je het nieuwe jaar weer terug. Dank u wel.